Opgave 2b van het tentamen gaat over weer een beest voor de auto. Het is nu een eland en ze krijgt het. Ze weet al hoe ver het beest staat voor de auto. Je weet de snelheid die ze heeft. Er zit wel reactietijd in. En je hebt een vertraging in plaats van de tijd gegeven. Als met het vorige sommetje hadden we de tijd gekregen hoe lang ze remde. Hier krijgen we de vertraging, dus moeten we dan aan de tijd komen. En dan is uiteindelijk de vraag van nou raakt Sonja de eland ja of nee? He, is haar remafstand meer dan 45 ja of nee? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, dit sommetje kun je op meerdere manieren aanpakken. Een hele charmante vind ik wel dat je beseft dat als je de snelheid een beetje tekent zo in een grafiek, dat haar snelheid eerst nog constant is over een tijdsduur van 0,8 seconden. Dit is snelheid en dit is dan de... En hoe hoog is die? Die is... Even kijken, 75,6 delen door 3,6 is 21 meter per seconde. Dat is haar snelheid. En op den duur, zolang als het duurt, is die snelheid... via een rechte lijn, want we hebben een eenparig vertraagde beweging. Dus een eenparig versnelde, eenparig vertraagde beweging. Dus dan is dit een rechte lijn die naar nul gaat. In deze tijd is die nul geworden. Nou, is volgens de theorie de afgelegde weg, xt of st, is het oppervlak onder de grafiek. Het oppervlak onder deze grafiek is de afgelegde weg. Dus daar wordt eigenlijk om gevraagd. Dit is de remafstand die ze heeft afgelegd. Want dit is meters per seconde. Als ik dit weer vermenigvuldig met seconden, blijven er weer meters over. Dus dit is een afstand in meters. Maar die kunnen we nog niet uitrekenen, want de tijd ontbreekt nog. En die kunnen we halen uit het gegeven dat ze namelijk vertraagt met 7,5 meter per seconde kwadraat. Elke seconde dat zij aan het remmen is, die Sonja, gaat er van haar snelheid van 21 meter per seconde 7,5 meter per seconde af. Dus de snelheid wordt elke seconde minder. Nou, hoeveel seconden kun je dat doen? Dus eigenlijk komt het uit V is A maal T, oftewel T is V delen door A. Is dus die 21 die ze heeft, hoe vaak past daar nou 7,5 in? Want dat gaat er per seconde af. Dus hoeveel seconden heeft ze dan? Nou, 2,8 seconden blijkt dat te zijn volgens het rekenmachientje. Dus 2,8 seconden lang is ze aan het remmen. En dan loopt de snelheid zo af. Nou, de afgelegde weg is dus de optelsom van deze twee vlakjes. Oftewel de snelheid, of nee, de afgelegde weg. De afgelegde weg is 0,8 maal 21 plus, nou, het oppervlak van een driehoek is een half maal basis maal hoogte. Een half maal basis maal hoogte. Zo. En dat is 46,2 meters. Nou had ze maar 45 meter tot de eland. Dus helaas raakt ze de eland nog net. Waarschijnlijk niet met een hoge snelheid. Want op het moment dat ze nou raakt zit ze al hier. Maar toch is die remafstand van haar groter dan de afstand die ze had tot het beest. Nou. Dit is een soort van grafische methode die wel heel veel inzicht geeft. Je kan dit ook weer doen met de bewegingsvergelijkingen. En de bewegingsvergelijkingen, die methode zal ik ook nog even doen. We weten dat de afstand x0 plus v0. Maal de tijd plus een half t kwadraat. En dan vt v0 plus a maal t. Nou is de versnelling is in ons geval een vertraging, dus negatief. 7,5 meter per seconde kwadraat. Als we ons assenstelsel aan die kant positief definiëren, dan staat de versnelling die staat als het ware die kant op. Dus de andere kant op, dus een min. Dat betekent dat er van de snelheid die we hebben, dat er dat wat afgaat. Nou, uit dit gegeven, uit de bewegingsvergelijking 2, kunnen we invullen vt is op den duur 0. De snelheid die je had is 21 min 7,5 maal t. Nou, dit is eigenlijk precies hetzelfde als wat we daarnet hadden. Deze brengen naar de andere kant. Dan komt eruit een tijd van 2,8 seconden.
min 21 delen door min 7,5 is 2,8. Dus dat vullen we in die bewegingsvergelijking 1, daar en daar. En dan komt daar iets uit, behalve dan dat we nog niet weten wat die x0 precies is. Maar x0 is de afstand die ze al heeft afgelegd op het moment dat ze begint met vertragen. Nou, dat is niks anders dan de afstand die ze gereden heeft in de tijd dat ze nog niet remde. En met welke snelheid reed ze dan? Met 21 meter per seconde gedurende 0,8 seconden. Nou, dat is al 16,8 meters. 16,8 meter heeft ze al afgelegd. 16,8. Ze heeft een snelheid van 21, 2,8 seconden. Dit is min 7,5 en de tijd is weer 2,8 in het kwadraat. Dan, hè? Dus als we dit invullen, ik zal het hieronder nog even doen. Dan moet daar hetzelfde antwoord uitkomen als daarnet. Het staat hier 16,8 plus 21 maal 2,8 min een half maal 7,5 maal 2,8 in het kwadraat. En dat is ingetikt in mijn rekenmachientje ook 46,2 meter. Oftewel, ze raakt die eland, wat was het, een eland. Bepaal of Sonja de eland heeft geraakt. Ze heeft hem geraakt.